Nou, wat heb ik hier? De buren kwamen gisteravond met een beest aanzetten. En het ziet er heel gek uit, dit beest. Het is een veenmol. Dan moet ik niet te veel onder de dingen gaan, want dan kan ik hem niet meer zien. En een veenmol is een insect, een van de grootste insecten in Europa eigenlijk. Hij kan tot 6-7 centimeter groot worden. De vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. Als je kijkt naar zijn achterlijf, lijkt hij heel erg op een krekel. En dat klopt ook. Hij is van de familie van de krekels. En een ander woord voor veenmol is ook aardkrekel of molkrekel. Waarom die mol genoemd wordt, is echt heel goed te zien aan zijn voorpootjes. Want die hebben echt van die molle schepjes. Kijk eens eventjes. Zo. Hier is dat goed te zien. Vrouwtjes worden ietsje groter dan mannetjes. En hoe zie jij? Ze kunnen vliegen. Ze kunnen ook zwemmen. Dus het kan zijn dat hij zo wegvliegt. In Nederland is hij heel zeldzaam. Behalve in Zuid-Holland en in Zeeland. Ze houden van nattige weilanden. En ze houden van graslanden. En dat heb je in Zuid-Holland. In België is hij zo zeldzaam dat hij op de rode lijst staat. Ik heb hem ook gemeld. Je kan ze aanmelden als je ze vindt. Als voedsel eten ze blaadjes, wortels van planten, plantaardig materiaal, maar ze kunnen ook regenwormen eten, en larven van andere insecten. Ze hebben ook vijanden, de echte mol. Die komen elkaar dus tegen in de grond, ja, dan legt een veenmol het natuurlijk af. De insecten trouwens te herkennen. Aan 6 pootjes, hè? Een spin is geen insect. Een spin is een spin, want die heeft 8 pootjes. Dat is 4, joh. Het voorjaar maakt het mannetje een hol onder de grond. En dan gaat hij in de ingang zitten en dan gaat hij zitten chirpen. En doordat het holletje dus hol is, dan draagt dat eigenlijk wat verder. Komen die vrouwtjes eraan, ze paren en dan legt het vrouwtje eitjes. Een heel bolletje eitjes in dat hol. De grootte van een kippenei ongeveer. Ze worden ongeveer 2,5 jaar. En het zijn eigenlijk prachtige dieren. Ze zien er wel een beetje merkwaardig uit. Dus mocht je nou ooit nog een veenmol tegenkomen, dan weet je dat dit erin is. Vooral die voorpoten. Kom eens nog een keertje laten zien, joh. Kijk, zijn molle handjes. Toch maar weer onder de grond. Ik ga hem zo weer loslaten, hoor. Gewoon in mijn lekkere drassige gras. Want zo'n bakje, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan als veenmol. Maar je ziet hoeveel kracht dat beestje heeft in zijn poten. Het is een mannetje, want hij heeft geen lichtboor. Denk ik. Zo, denk je dat hij veilig is? Nou, we laten hem met rust. En ik zal hem zo uitzetten weer.